de nuancering tussen een HSE-expert in 2023 en 2024 heb ik laatst gezien in een vacature. Ik had nog nooit in een vacature gezien dat men een duurzaamheidsverslaggever zocht. En het profiel dat die moest hebben was een HSE-expert. Ik dacht, interessant, want aan die profiel had ik niet onmiddellijk gedacht om die HSE-verslaggeving een goede baan te leiden. Maar die HSE-expert die moet er zich wel bewust van zijn dat die nauwer bij het management zal moeten aanleunen. Die zal meer financiële skills moeten krijgen. Die zal noties van financiële verslaggeving moeten krijgen. Ook zal die noties van digitalisering en automatisering moeten krijgen. Die zal meer kennisbanken moeten bekijken. Die zal misschien meer dan wat hij nu doet aan de inkoopafdeling advies geven over met welke leveranciers er omgegaan wordt. Ik denk dat hij zijn kennisveld zal moeten verbreden en verdiepen tegelijkertijd. Maar er staat een mooie tijd en een goede job-upgrade te wachten voor de HSE-manager. Als het moment daar is om te jumpen in je carrière, is het nu, denk ik.